Goedendag, welkom bij deze nieuwe editie van de Nacho Dream Journal. Vandaag praten we met Dien Goree. We hebben enkele spelers van onze nationale selectie die we ook aan het woord laten. En een bijdrage van Frans Pinas en Romeo Starke uit Nederland. Want die zullen ook aan u laten zien hoe het daar leeft. Nacho, ja, de man Clara pleit tegen Aruba. En we besteden je aandacht naar de speler en Sampsa precies. We hebben verder ook nog opa, want Isabtak Padat Amangsa Egi dien de geheime tactiek. En ja, Adriktoro Futele Sur Osor Hasselbank Fajerskop Wampin. Dit is de Nacho Dream Journal. Blijf ons steunen, blijf kijken. Ik zag dat we al 15.000 of 16.000 kijkers hadden op de livestream. We moeten alleen maar omhoog pushen, want door jullie steun komen we ook veel verder. Want we zijn één team, het is Nacho voor iedereen. En ja, ik ben een Kondriman, een echte Suriname voor één. Welkom terug, de Nacho Dream Journal, powered by Telesuur en Heineken 0,0% voor degene die dus, mannen staan in drinken alcohol, kan drinken vrij. We hebben met Dien gesproken en Nangadien Utak over Saopsano. Ja, de boy Bab tegen Bananga de Play voorlopig. En we hebben dan 2 maanden even niets. 4 juni we play Bakanga Bermuda. Dus Utakangadien, Saopsano, wat training of day of wat gaat Dien Goree met de nationale selectie doen? Nou, eerste wedstrijd toen Cape Islands 3-0 gewonnen. Tweede wedstrijd 6-0 gewonnen tegen Aruba. Uiteindelijk gaat het om de punten. 3 punten. De eerste wedstrijd 3 punten, tweede wedstrijd. Dat betekent 6 punten. Als je dat hetzelfde doet in juni, dan ben je gewoon door naar de volgende ronde. Ik denk dat we ons niet moeten gaan richten op doelgemiddelde doelsaldo. Ik denk dat we gewoon ons moeten richten op 4 overwinningen in de groep. Ja, dus als je, met andere woorden, als je van Bermuda met 1-0 wint en van Canada ook met 1-0, dan ben je door naar de volgende ronde. Dus wat mij aan gaat, is het goed dat we bij elkaar zijn gekomen? Is het goed om te zien hoe het team bij elkaar is gesmolten? Wat het gevoel is ook in het team en hoe ze het hebben opgepakt? Om bij elkaar te zijn, om voor Suriname te spelen. Wat al zei, de kop is eraf. En het maakt mij alleen maar nog sterker. Het gevoel is nog sterker voor 1 juni. En dan win je allebei de wedstrijden met een 1-0, 2 keer 1-0. En dan wacht dan waarschijnlijk Haiti of Nicaragua. Ja, dat klopt. Kijk, we willen niet zo ver gaan denken op dit moment. Het eerste wat we moeten denken is die 2 wedstrijden winnen. En we moeten kijken van oké, hoe gaan we ons voorbereiden op die wedstrijden? Nou, de voorbereiding, dat is belangrijk. Waar gaan we ons voorbereiden? Hoe gaan we ons voorbereiden? In welk land? Gaan we in Amerika? Gaan we de uitwedstrijd tegen Canada in Canada spelen? Gaan we in Suriname een trainingskamp zetten? Gaan we in Nederland beginnen? Het zijn allemaal dingen die we nu gaan moeten bespreken. Want over 8 weken, zoiets ongeveer, zijn die wedstrijden al voor onze deur. Dus nu is het gewoon voor ons helemaal focussen op de organisatie. Dat we alles in werk stellen om een heel goede voorbereiding te hebben voor die 2 wedstrijden af te ronden. Want die zijn van eminent belang. Je hebt natuurlijk gezien als kritische coach dat het toch wel aan de elftal gesleuteld moet worden op bepaalde posities. En heb je de posities al ingevuld? Nou ja, kijk, je blijft altijd sleutelen. Er zijn natuurlijk altijd namen die je gaat denken die erbij kunnen komen. En je gaat kijken of je misschien moet schuiven met de spelers die we al hebben. Dus het staat nooit stil. Als je voor de nationale elftal van je land speelt, dan ben je zo goed als je laatste wedstrijd. Niet de laatste wedstrijd voor je land, maar de laatste wedstrijd voor je club. Want als je niet in vorm bent en je komt naar de nationale elftal, ja, dan moeten we ook kijken of je wel gepast bent voor die wedstrijd. Dus wat dat er gaat, moeten we kijken hoe dat zich verloopt. Ik heb net met Apai gesproken, die gaat er vol voor en maakt er toch een schitterend debuut. Wat betekent dat toch voor de lokale spelers? Nou ja, kijk, zoals we al van tevoren hebben gezegd, ze moeten keihard werken voor hun plek. Nu kijken we gewoon naar wat het beste is voor het land. Wat het beste is waar we
met Suriname als land kunnen staan. En dan moeten de beste spelen. En als je dan ziet dat Apai invalt en een impact maakt. Maar ook dat de spelers hem helpen, hem de bal geven, hem gunnen dat hij het goed doet. Dat spreekt alleen maar goed over dit team. Geldt dat ook voor de andere spelers? Ja, absoluut. Als je al ziet hoe de adviezen die ze krijgen van de profs. En de manier hoe ze die aannemen. En hoe ze met elkaar dan omgaan als medespeler, maar ook als een persoon die ze wat leert. Ja, en dat is gewoon heel mooi om te zien hoe dat er aan toe gaat in het team. Dat is heel, heel, heel duidelijk te zien en mooi om te zien. Nou, wat me opgevallen is, je hebt de oudste speler en de jongste speler bij elkaar in de kamer gezet. Overigens dat. Jongste speler Deira, ja. Of speler Ryan? Nou ja, Ryan is natuurlijk een met heel veel ervaring. En ze spelen ook op dezelfde positie. En Deira is toch een jonge speler met veel talent. Die de toekomst van Suriname is. Dus ik denk dat een hele combinatie, een hele goede combinatie is. Ryan is blij om kennisoverdrachten naar Deira. En Deira is graag degene die het wil ontvangen. Dus het is een hele mooie combinatie, beter kan. Suriname, Surinamse volk, verwacht heel veel van je. En natuurlijk verwachten ze ook dat de spelers die ze kennen, waar ze het meest gewend zijn, dat die spelen. Hoe ga je ze dit uitleggen dat het anders werkt? Nou, kijk, het Surinaamse volk heeft natuurlijk op dit moment bestaat een soort van euforie. En die euforie, daar komt de druk natuurlijk bij de coaches staan. Maar ja, als ik dan naar de spelers kijk die we hebben, dan is die druk alleen maar goed omdat we dan moeten presteren. Dus dat laat mij ook scherp zijn, dat laat de spelers scherp zijn. En dat is wat ik dan van het publiek is, ja, die zijn het publiek. Dat zijn onze mensen die willen dat graag goed gaat. En dan moeten we er ook zorgen dat we alles aan doen om het goed te maken, om het goed te laten gaan. Ik sprak Dion Malone en Shaquille Pinas. Die zeiden tegen mij van, meneer Donk, die lokale spelers maken ons scherper. Heb je dat ook meegekregen? Ja, je zag natuurlijk wel trainen dat als we die 11 tegen 11 deden, dat die jongens echt zwaar gemotiveerd waren. En ook die scherpte laten zien op de training. Dus het was niet zomaar eventjes een trainingpartijtje. Het was echt van, we willen die plek hebben, dus we gaan ervoor. Maar het was een gezonde strijd. En dat vind ik belangrijk. Dus dat wil zeggen dat het niveau toch dicht bij elkaar ligt? Nee, het ligt niet echt dicht bij elkaar. Het moet gewoon eerlijk zijn. Het is dichter bij elkaar gekomen. In die jaren. Maar er valt nog heel veel te sleutelen aan. Veel te doen aan de jongens hier in Suriname. Roland Alberg, Amate Play India. En Amang Lijma, vaak mooi doelpunt, Ginacho. Ko Arkaman dat. En Bakaroon Roland, we kiezen ook toe Shaquille Pinas. Shaquille Pinas na eigenlijk Amasa Lai eerste bal die aan nu Nacho in een setting dies. Tegen Cayman Islands. Amana eerste was Faswang. Afasa eerste bal die Nacho. Roland Alberg, je start eerste wedstrijd, tweede wedstrijd val je in. Was je teleurgesteld? Nee, tuurlijk niet. Ik denk dat dit een enorme eer is om voor Suriname uit te komen. Eerste wedstrijd hebben we het gewoon goed gedaan. Ik ben inderdaad gestart. Ik ben heel erg tevreden. 3 puntjes, een assist. En de tweede wedstrijd viel ik 45 minuutjes in. En we hebben ons ding gedaan. Tuurlijk had het qua score hoger kunnen uitlopen. Maar ik denk dat we als team zeer tevreden kunnen zijn. Dit is onze eerste stap en hopelijk kunnen we dit vervolgen. Was het moeilijk om in te vallen? Nee, zeker niet. Natuurlijk als voetballer wil je gewoon spelen. Ongeacht wanneer je erin komt of je start of niet. Ik denk dat ik gewoon voorbereid was. Nogmaals, ik ben heel erg tevreden en hopelijk kunnen we dit voortzetten. Ja, en dan laat je wraak zien. Een machtig schot, vertel. ik maakte een 1-2'tje met Dion Malone. Ik kreeg de bal terug, ik draai open tussen 2 man. En vervolgens dribbel ik en schiet ik in de kruising. Dus al met al heel mooi. Je zegt dat het zo simpel is. Zo simpel is het niet, want het was een... Ja, zeker. Het is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Ik ben heel erg tevreden. Maar nogmaals, de 3 punten zijn belangrijker. En nogmaals, we hebben twee mooie wedstrijden in juni. En ik denk dat iedereen er klaar voor is. Hoe is de sfeer in het team? Gewoon het gemengd? Ja,
met elkaar? Heel goed. Iedereen is gewoon bezig met elkaar. We doen dingen met elkaar, spelletjes, eten. Het teamproces is gewoon heel erg mooi en hopelijk kunnen we dit voortzetten. Sakil Pinas, je bent nog uitgegroeid tot eigenlijk de vaste waarde van het team. Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi om uit te komen voor je land. Een nu eerste trip voor mij ook tegen Aruba en Cayman-eilanden. En dan, dat je dan zo'n prestatie neerzet met het team is heel mooi. 9 goals, geen tegengoal. Dat is natuurlijk top. Ja, dat doet je zelf natuurlijk ook goed. En jij bent ook de eerste doelpuntenmaker met de nieuwe Nacho. Ja, klopt. Was een voorzet van Roland Alberg. En ik dacht, ja, die moet ik natuurlijk binnenknikken. En dat ging natuurlijk goed. Dus dat voelt natuurlijk ook mooi om de eerste doelpunt te maken voor het echte Nacho team die is samengesteld door trainer Dien Goree. Ja, dat was tegen Cayman-Eiland. Klopt. Nu hebben jullie gewonnen. Wat zegt het voor de wedstrijd tegen Bermuda? Wat kunnen we verwachten op 4 juni? We kunnen verwachten dat we weer een heel mooi spel op de mat gaan leggen. Voor de kansen gaan goals scoren. En ons klaarstomen voor Canada daarna. Maar het belangrijkste is eerst, in eerste instantie Bermuda. Om gewoon daarvan de 3 punten te pakken. En dan de finale te spelen tegen Canada. Waar we ook ready voor zijn. Want het voelt voor ons wel ook gewoon goed en vertrouwd. Want zoals ik al zei, we zijn net 6 dagen samen. En als je dan zo'n team bij elkaar raapt en zo'n spel vertoont, dan is het wel goed. Nu stond je linksback normaal bij je centrale verdediger. Vond je dat niet erg? Nee, tuurlijk niet. Dat vind ik niet erg. Voor je land wil je overal uitkomen. En dan de trainer zit met linksback. Nou ja, linkscentraal heb je gewoon Ryan Donk, vaste waarde, aanvoerder van het team. Rechtscentraal heb je dan Mienti en Ramon. Nou, dan kom je gewoon op linksback uit. En dat is ook natuurlijk mooi. Als je balbezit hebt, kan je heel veel aanvallen. En zodra je balverlies hebt, dan is het gewoon allemaal erop vliegen en de bal weer terugpakken. En ook toe in een Nacho Dream Journal, aflevering 6. Je kiest van bijdrage voor Frans Pinas. Hallo, you. Welkom erbij. Dit is Frans Pinas voor het Nacho Journaal. Zoals u weet is er iedere woensdag een Nacho Journaal hier op ATV. En ik vanuit Nederland probeer ik het laatste nieuws over Nacho steeds te coveren. Nou, ik had het al gezegd, het is een hype. En het moet niet alleen bij hype blijven, want sinds Nacho die 2 wedstrijden gewonnen heeft, waarom niet, is het alleen maar toegenomen in populariteit. De naam Nacho wordt vaker gebruikt, ik hoor hem vaker. En wat mij opgevallen is deze dagen, is dat er in grote talkshow, zoals Ziggo Sport, NOS Voetbal, daar hoor ik steeds meer mensen praten over Nacho. En dat komt niet alleen door Nacho, maar omdat Nederlanders uitgewaaid zijn naar het buitenland, vooral naar het Caribisch gebied. Stel die mensen op bij Aruba, Guus Hiddink, grote trainer Guus Hiddink bij Curaçao en Dien Goree bij Nacho. Nou, dat maakt dat Nacho nu interessant is voor Nederland en dat iedereen nu steeds meer en meer gaan praten over het succes van Nacho. Je weet, het succes kent vele vaders, dus iedereen is trots nu en voelt zich onderdeel van Nacho. En het gaat goed. Ik hoor, dat is wat wij willen. Dat is wat er moet gebeuren met Nacho. En dat is niet gebeurd die afgelopen jaren. Nu pas hoor je dat mensen nu trots zijn om weer Suriname te zijn of andere lopen het liefst in een Nacho outfit. Dit is waar ik al aan toe mijn eigen bedrijf. Maar dat is wat er nu gaande is met Nacho hier in Nederland. Het hele diaspora gebeuren. Hele diaspora staat als een man achter Nacho, als een team achter Nacho. De ondersteuning is ontzettend. Er wordt lovend gesproken over Nacho. En nu zie ik dat wat Nacho nu teweeg brengt, wat het succes van Nacho nu teweeg brengt, zal niet meer lang duren voordat wij potentiële Oranje internationaal zullen krijgen. Dus internationaal die dicht bij het Nederlands elftal zit. En je weet, het Nederlands elftal is een top 10 elftal van de wereld.
Potentiële spelers die dicht bij Oranje behoren of zouden kunnen behoren. Ik denk niet dat die lang zullen wachten voordat zij een definitieve beslissing zullen nemen voor Suriname. Blijf National Journal in de gaten houden. En ook hier is de slogan doorgedrongen hoor. Bribi na krakti. Lobby Alasma en Bribi na krakti. Frans Pinas vanuit Leeuwarden voor het National Journal. We zijn ook Nacho Ekisa Power ja in Sernang, maar Ekisa Power ook toe naar Intata en Wisva, de Tata Mandrape. Ja, ik attack de mana, de vierde strip echt Serenamang. En Romeo Starke, agota passief takkan ngawan tu Serenamang. Fade, die e vier abra tu, die is asa de ding, abra na. Ya, reactie voor nu, apa balik go for it, nu na Serenamang. Dus moest lu kufawe duwe na pe. Selang ade maide serius, man, kadoro fara man. Serenamang lai footballer. Mijn speler voet ja strip de bijna ga de man, dus de man zegt, man, bu, Nacho, dat heb je niet. Dat lijkt dat gewoon zijn, maar we zitten. Zijn er nog café city die de ding zei kon naar onder konden hebben ze café city. Nou is dat goed geluid natuurlijk. Ja toch, want je want want de man dat hij het bloed spreekt. Ja toch, het maakt waar je geboren bent. Zolang je Surinaamse ouders het bloed spreekt, dus dan. Roots, roots. De man zou een verandering kunnen in het systeem. Zodat Suriname beter, zodat Suriname kan komen in de wereldkaart. Ja, sowieso kijk ik naar die wedstrijden. Hoe je het draait of keer. Ik heb het zelf ook al meegemaakt, 2001. Naar Suriname ben ik gegaan met Suriprof. Om opening van Zeedorf Stadion te voetballen. Dus het is een mooie happening wat er nu gebeurt. Dat de spelers gewoon bijeen zijn gekomen. Dat je nu gewoon iets moois krijgt. Van al die spelers die hun best doen voor het land. Dus ik geniet sowieso van die wedstrijden. Ik ben heel blij, ik ben heel trots op die jongens. Dat jongens die hier geboren zijn, toch zich Surinamer voelen en voor de Surinamers zijn uitgekomen. En al twee wedstrijden hebben gespeeld en als het goed is al 9 doelpunten hebben gescoord. Dat is een hele grote prestatie. Is dat opa na Amasa en Gideen de geheime tactieken van Nacho Nakaoroko van Nacho Play? Opa begon een week kwalificatiewedstrijd en drape ama kies een beetje degedegen aan een match official. Is dat Amandat en Luku Alassani namens FIFA dus ko Luku Sapsa? Hallo? Dien? Ben jij dat? Ja, hier, en dan meer. Ja, hoe is het? Hoe gaat het? Ik wil. Waar ben je? Bakka. Je hebt een bakka in een restaurant. Alleen kon je er. Gevaarlijk. Abu, oké. Hij succes. Abu, hij doei. Ik ben compleet ook. Ja, dat is daarom. En dan ben ik met Chappie af, maar ik ben een compleet. Hey, doei. Hey. Zo, heren, het is mooi geweest. Het is nog een tijdje dankbaar. Ik wil doelpunten zien nu. Actie. Doe hem als dan je next step, Saman. Pardon. Over here. Yeah. I can be where I wear anywhere, also here. They are like it. Scoop a ball, man. Hey. I'm the FIFA match commissioner. Look. What are you doing here? Move. What are you doing here? FIFA. Yeah. Dracondre, Anoja. That's a name. Zuckerberg. Where is your mask? Security tank, ik kom je wel tegen, Nospang. Nospang, ben een security naast. You, Lupung, Minupang, Ayete. Nonsense. Hoe zat ik in een play tegen Aruba, hoe ben ik zo'n pin? En Hazelbank, Bolayen, hat-trick. Later kolayen, bakama, Bolayen, en een pin. Ja, Amisa pin.
Maar a directeur of telesuur voor afleid tegen Cayman Islands bij Aksamang ten wat pen moest kopen, zorg den boy van je schoppen. Een van de belangrijke momenten in een wedstrijd is ten wat pen moest steken. We weten nog niet wie onze penalty taker wordt aan de kant van Nacho, maar Mike Antonio zal wijzen hoe het moet. Ga hem tegen wat pen niet wat pen. En ik ga keepen op de 11 meter stip. Ja, meer kracht. Meestal had ik één ding, als ik een penalty nam, trapte ik hem op de ooghoogte van de keeper zo hoofd. Is dat kan man. Dat mag ik kijken wat hij ermee doet. Goed, Mike, succes en power. Yes, dankjewel. Ook al door Ronak Bafu, de Natural Dream Journal. Lek Faisabi, alle woensdag voorlopig. Yoshi Unut op Wereldbuis, op ATV. En ook toe, wat belangrijk zijn, dat ik ook naar de district en kan ook in jouw district. En misschien pak ik jou om te praten over Nacho. Dus watch out. Nou, fijne voortzetting van deze dag. En is op dat Nacho Dream Journal, powered by Heineken 0,0%. En ook toe, Telesuur. Tot de volgende keer.